Het ministerie van Justitie en Politie, met name het Bureau Mensenrechten, heeft vandaag een meeting gehouden voor belanghebbenden in zaken het BUPO Landenrapport 2020. De meeting werd voorgezeten door Margot Waterval, die als consultant is aangetrokken voor het schrijven van het landenrapport. Suriname heeft in 1976 het verdrag inzake burger- en politieke rechten, BUPO, geratificeerd. Dit heeft als gevolg dat het land periodiek moet rapporteren aan het BUPO-comité, dat belast is met de monitoring van het verdrag. In september 2013 heeft Suriname haar derde nationaal rapport ingediend bij dit comité, dat daarna haar conclusies en aanbevelingen heeft gegeven. Op 6 november dit jaar moet Suriname wederom voldoen aan haar rapportageverplichtingen met betrekking tot het BUPO-verdrag. De stakeholders meeting van vandaag had dus als doel de belanghebbenden te voorzien van de nodige informatie. Eline Amania van Bureau Mensenrechten ging nader in op het BUPO-verdrag. Het BUPO beschermt individuen tegen inmenging van de staat met betrekking tot hun vrijheden en hun rechten. Het gaat om recht op vrijheid, recht op leven en verbod op foltering, etc. Met andere woorden bevat het BUPO op BUPO rechten die burgers beschermt tegen willekeurig of zo niet ingrijpend optreden van de, autoriteiten. Consultant Waterval hield de aanwezigen voor dat bij het rapporteren aan het comité niet alleen de rapportage van de staat, maar ook de schaduwrapportage het comité bereikt. Ze moedigt daarom NGO's aan om schaduwrapportages te plegen. Het landrapport van de staat geeft niet altijd de werkelijke situatie door. En dan hebben we de schaduwrapportage nodig, zeggen we, omdat ik ook twee termijnen heb gezeten in het comité. Dan gaat de schaduwrapportage, geeft dan de werkelijke situatie door. En die schaduwrapportage gaat soms over één onderwerp, maar soms over een aantal van de onderwerpen, aantal rechten. En natuurlijk, de informatie is niet alleen maar uit de rapporten. Hè? Ik bedoel, de comitéleden die gaan ook op het net. Ik bedoel, van elk land is er informatie op het net te vinden. Dus je gaat eigenlijk op het net en alles wat in de krant verschijnt, lees je ook. Dus wanneer je daar komt als delegatie van het land voor het comité, denk niet dat de mensen niet weten wat er gebeurt in je land. Denk niet dat ze alleen maar die informatie hebben die is gegeven aan ze. De consultant gaf verder aan dat de overheid de goedkeuring geeft om het rapport door te sturen naar het comité. Ze hield de belanghebbenden ook voor dat de mensen die door de overheid afgevaardigd worden om de rapportage te doen, ook weet van zaken moeten hebben. Als dat niet het geval is, worden zij en ook het land te schande gezet. Op de interactieve meeting heeft de consultant informatie verkregen die zij kan gebruiken bij het schrijven van het landenrapport, dat in november gepresenteerd moet worden. De stakeholders meeting is gehouden in de grote vergaderzaal van het ministerie van Justitie en Politie.